Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag is het maandag en de dag dat we klaar zijn met Weekend League. Het is natuurlijk gisteren zondag geweest en ik heb mijn Weekend League afgerond. We gaan het even anders doen. Normaal doe ik alleen mijn laatste 10 potten, maar vanaf nu ga ik denk ik elke maandag mijn eerste 10 potten en elke dinsdag mijn laatste 10 als video verwerken, zeg maar. Omdat ik dan toch meer, wat meer content heb voor jullie. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Laat het dan zeker even weten in de reacties. Drop even dat duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je content leuk vindt. En zet je notificaties aan, mis je niks. En dan gaan we gewoon lekker door naar de recap. Let's go. Oké, en dan begonnen we tegen dit team. Ja, niet een heel goed team. Wel Hazard voor de rest. Lucas Moura, Rashford, Wijnaldum, Sissoko. Ik denk dat iedereen wel ongeveer zo'n team kan kopen tegenwoordig. Ja, ik denk oprecht iedereen die een beetje het spel heeft gespeeld, dat hij dit kan komen. Maar hier een perfecte skill move met Ronaldo Lima. Ik krijg vaak de vraag hoe ik deze skill move doe. Het heet de 3-touch roulette. Als je naar links loopt, dan moet je met L2, zeg maar, de rechter stick naar rechts. En dan naar boven of beneden, dat maakt niet zoveel uit. Maar je kan hem ook even opzoeken op YouTube. Dat is denk ik het handigst, want ik kan het niet uitleggen in een video, zeg maar. Dat is lastig. Je krijgt maar een penalty. Er gebeurde niet heel veel. Maar we maken wel af met een heerlijke groen getimede Panenka. En zoals je mijn subcounter kan zien, hadden we op dit moment 37.8k subs. Het gaat natuurlijk best wel lekker op YouTube allemaal met mij. Waar ik jullie heel erg dankbaar voor ben. En we zitten nu inmiddels alweer op 38.6k. Dus ja, er zit wel echt een lekker tempootje in. Dit weekend dus weer 800 subs erbij gekregen. We hebben de volledige 30 potten gestreamd. Dus als je bij de stream was, dan weet je eigenlijk al hoe deze Weekend League gaat verlopen. Maar toch wil ik er altijd even een video van maken. Toch leuk om te maken. Hier komen we tegen dit team met Son, Lautaro Martinez, Van Dijk. Best een goed team. Dat maakt Mahrez niet uit. Die scoort hier. En hier hebben we dus nog Mahrez. Maar straks, komt ook in de video, gaan we iemand anders kopen. Hier weer dezelfde skill move, de 3-touch roulette met Mandy. En we komen er weer heerlijk langs. En hier wippen we hem op met Mahrez, die scoort hem. Werkt best wel goed. Tip voor jullie, eerste 10 potjes kom je meestal tegen niet hele goede spelers. Wat je dan kan doen is een dubbel X-pass naar je spits. Gelijk opwippen, over hem heen wippen en proberen te scoren. Heel veel wat mindere spelers kunnen dat niet verdedigen. Dus dat is een goede manier om goals te scoren, om te winnen in je eerste 10 potjes. Dus dat is wel best wel een prima tip voor jullie, denk ik, als jullie dat niet doen. Jullie gaan het ook vaker zien deze Weekend League, denk ik. Deze gast gaan we eruit nog helemaal rechtdoor te rennen met Neymar. Nou, dan maak ik daar gebruik van en Neymar scoort ook. Voor de rest heb ik dit weekend vrij weinig uitgevoerd. Oprecht helemaal niks uitgevoerd eigenlijk. Lekker Weekend League gespeeld. 30 potjes. Het ging wel redelijk gemakkelijk. De gameplay was prima voor Weekend League. Het was niet goed. Het was zeker niet goed. Maar het was echt best wel prima. Het was beter dan normaal. Hier komen we weer tegen een heel goed team. Neymar, Mbappé, Ben Yedder, Dembele. Hoewel Dembele eigenlijk best wel goedkoop is. En helemaal niet goed. Ik ben toch bang om te spelen tegen mensen met 5-star weak foot. Omdat ze zijn altijd onvoorspelbaar, weet je wel. Ze kunnen altijd één kant op of de andere kant op. Het maakt op zich niet heel veel uit. Ik had op zich best wel veel moeite met dit potje. Ik kwam ook pas 1-0 voor in de 55ste minuut. En in de 75ste minuut zie je hier met Neymar weer opgewipt. Ditmaal op de paal, maar Ronaldo Lima aan de rebound. Scoort hem alsnog. Weer die opwipper die zorgt voor een goal. En de eerste 10. Hadden we een paar race quits, dat was wel lekker. Deze gast, kan ik al verklappen, gaat uiteindelijk ook rage quitten. Hier een hele lekkere actie. Met Neymar een klein beetje geluk. Maar weer opgewipt. En deze maakt hem in één keer af. Ronaldo Lima 3-0. En deze gast. Ja, hij was er klaar. Maar hij klikt op pauze. Hij rage quit. Logisch. Had er geen zin meer in. Wat ik op zich snap. En hier jongens. Kijk eens. De GOAT. De GOAT is in de club. Hij is er. Dus, we hadden Messi toegevoegd aan het team, 99 rated. En we gingen lekker spelen met Messi, ja. Ik dacht, lekker enkels breken. We hebben nu Neymar en Messi in één team. Oftewel, FC enkelbrekers. Die kunnen lekker dribbelen. Allebei. Ja, hier Neymar met 1-0. Die Messi kan zo ziek dribbelen. Zijn versnelling is ook zo gruwelijk. En het afmaken van hem natuurlijk.
Straks zien jullie wel een mooie kans. Ik weet niet welk potje dat is dat hij op de paal schiet. Maar die hij wel af had mogen maken. Maar deze schiet hij gewoon keihard in de bovenhoek. Komt ook nog een video over Lionel Messi zelf. Over gewoon zijn 99 gereden kaartje. Wat ik van hem vind. Een player review, net als met Team of the Year Mane. Dus heb je daar nou zin in? Die komt, denk ik, woensdag online. Dus, nou ja, kijk daar alvast naar uit. Morgen, als ik de tijd heb, waarschijnlijk wel. Komt dus de Weekend League recap. Laatste 10 potjes online. Deze gast was ook geragequit. Ging 5-0, 5 ragequits, 0 tegendoelpunten. Dus het was eigenlijk de perfecte Weekend League start. Hier komen tegen een raar team. Rene Adalede op cam. Ik weet niet hoe ik zijn naam uitspreek. Nou ja, weer zo'n team in ieder geval. Wat eigenlijk iedereen wel kan betalen. Hier nemen we met de 1-0. En deze gast, die wist eigenlijk genoeg bij de 1-0. Hij klikt op pauze. En lief. En hij lieft. 6-0. 6 rage quits. 0 tegen goals. Veel beter kon het niet gaan. En zoals jullie onder mijn facecam kunnen zien, onder mij. Jullie allemaal nieuwe subs. Massaal nieuwe subs. Ik zei het net al. Maar als jullie subben in de streams, komt het misschien wel in een video. Dus dat is ook wel leuk. Deze bedoelde ik met op de paal. Had hij wel af mogen maken. Maar 3 seconden later komt hij toch. Dribbelt even de keeper voorbij. Ja, 1-0. Toch maar Messi. Maar als jullie subben in de streams. Dus stel je voor, ik ben Weekend League aan het streamen op een vrijdag. En jullie subben terwijl de potjes bezig zijn. En ik scoort toevallig een goal. Komt in mijn Weekend League recap. Er komt jouw naam in beeld. Dus als je dat leuk vindt. Zoals Matthijs Meekens. Of ik weet even niet wat er precies is. Maar die kwam net ook in beeld. Messi hier met de assist. En Ronaldo Lima die het afmaakt. Het is nog steeds Ronaldo, de show van Ronaldo Lima eigenlijk. Die gast maakt alles af. Zijn schot is zo ziek. Het is echt niet normaal. Hier weer 3-0. Weer Ronaldo Lima. En deze gast klikt op pauze. En je raadt het al. Hij liefd. Ja, je raadt het al. 0 tegen goals. 7 race quits. 7-0. Heel goed team waar we hier tegenkomen. Het is een Nederlander of een Bel volgens mij. Hij kwam in ieder geval in mijn stream. 96 Messi. 94 Ronaldo. 90 Van Dijk. 3 icons. Informane. SBC. Centerback van Spurs. Het was heel goed team. Maar ja, het was ook geen slechte speler. Maar we spelen hier wel goed. Weer opgewipt. En het is weer een goal. Weer een lofted paas naar Ronaldo Lima. Die hem over hem heen wipt. En een goaltje scoort. Zijn goaltjes meeprikt. Doet hij wel vaker. Hier een Akka met Nash. En die maakt hem heerlijk in de bovenhoek af. Akka blijft de beste skill move in de game. Denk ik. Naar mijn mening wel. Dat is een hele zieke skill move. Hier een lekkere counter in de 90ste minuut. Op Salah. Die is snel natuurlijk. En dan moet hij gaan gokken. Ga ik naar Lima paas? Ga ik pasen? Ga ik schieten? Doe ik allebei niet. Ik kap hem terug. En ik maak hem alsnog af. Hij bewoog zijn keeper naar de andere hoek. Deze gast rage quit niet. Dat is jammer. 8-0 met 7 rage quits. Toch jammer als een gast niet rage quit. Nog steeds wel 0 tegen goals. Maar jammer genoeg gaat in deze pot mijn eerste tegen goal vallen. Ook wel een goed team weer. Neymar, 2 icons. Morales, Moments kaartje. Die wel heel goed is. Hier best slecht verdedigd. En hij legt nogal breed. Goed gedaan. 1-0. Ivar, ik denk dat het ook een Nederlander was. Volgens mij heeft hij een Ajax logo. Dus de kans schat ik hoog in dat Ivar een Nederlander is. Maar je kan het nooit zeker weten. Hier Messi met een heerlijke actie. En een dragbackie op Ronaldo Lima. Hij staat niet buiten spel. Maakt hem natuurlijk af. En dan staat het 1-1. Gelukkig maar. Want het zou heel klote zijn als je in je eerste 10 potjes verliest. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ronaldo Lima hier met een dragback. En hij beweegt zijn keeper de verkeerde kant op. Staan we 2-1 voor. En dan kan je zeggen het blijft bij 2-1. We hadden 66% balbezit. Nu weer Milan Wissink is geabonneerd. Je zag het. Bedankt voor het abonneren. Milan Wissink, als je deze video ziet. Hier Barba. Laatste tegenstander. Weer een goed team hoor. De laatste tijd kom ik tegen goede teams in de eerste 10 potjes. Kik, ook bedankt voor het abonneren. Maar je zag het. Messi, Van Dijk, Neymar en Mbappé. Je komt eigenlijk tegen hele goede teams. Mane in vorm, maar hier een dom foutje van hem. Slecht uitverdedigd. Dan komen we op 1-0 voorsprong. En hier met Ronaldo Lima. Ja, oh, wat een heerlijke actie jongens. Hier word ik echt blij van om het gewoon terug te zien. Oh, wat lekker. Het was gewoon een heerlijk goaltje. Een beetje gestuurd.
Hier een goaltje voor hem. Ik dacht dat ik hem had verdedigd met Langley. Maar Neymar werd niet van de bal gezet. Scoorde de 2-1. En Mbappé. Paas op Messi. Best wel een lange aanval is dit. Sissoko. Maar daarom vond ik hem ook mooi. Even al dat getik. Hier even nep opwippen. Kan allemaal. En hier Neymar. Timed hem. Nou, in ieder geval Neymar scoort de 3-1. Dat is het belangrijkste. En hier, 87ste minuut. Messi, ja, dribbelt weer gewoon makkelijk voorbij de keeper. En ditmaal met rechts maakt hij hem gewoon goed af. 4-1. Weer een tegengoal, dat was jammer. Maar in ieder geval, jongens, dat waren de eerste 10 potjes. Vond je dit nou leuk? Drop even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Zet je notificaties aan. Mis jij niks? 10 om 0. 2 tegengoals, 7 rage quiz. Morgen ben ik terug met de laatste 10 potjes. Dus hopelijk zie ik je daar terug. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik dat ik jullie morgen bij die video terugzie. Later.